Ik nodig nu uit de vertegenwoordiger van de Bond Burgerpersoneel bij het Korps Politie Suriname, mevrouw Ommel van Gom. Hare Excellentie, mevrouw Dr. Van Dijk Silos Jennifer, tevens minister van Justitie en Politie, heer Korpschef, meneer Tjilipsi, officieren, onderofficieren, manschappen, dames en heren. Het is ons een genoegen om u welkom te heten hier in de politieacademie. Wij hopen, we zijn ervan overtuigd dat met uw komst binnen het KPS wij die waardering zullen krijgen dat wij verdienen. Wij vragen de Almachtige om u die nodige ondersteuning te geven met de juiste inzichten. Wij hopen ook dat wij heel prettig samen zullen werken. Het is mij een genoegen, mevrouw de minister, om vandaag namens de Surinaamse Politiebond kort het woord tot u te mogen richten. Ik krijg daarvoor dan natuurlijk toestemming van de overige aanwezigen hier. Vandaag is het de dag van de minister. Zij is vandaag in de schijnwerpers geplaatst en natuurlijk haar familie ook. Het zou dan niet goed zijn dat het woord heel weinig tot haar gericht wordt. Minister, u bent alvast van harte welkom binnen deze bijzondere organisatie. Ik zeg bijzondere organisatie omdat het Korps Politie Suriname een organisatie is die waakt voor het wel en wee van het Surinaamse volk. Dat wij deel mogen uitmaken van deze organisatie, daar zijn we heel trots op. We staan voor enorme veranderingen. We hebben een nieuwe minister en we hebben reeds kunnen proeven en kunnen vernemen wat de beleidsinzichten zijn. En we zijn daar heel enthousiast over. We zullen de minister 100% ondersteuning geven om haar beleid uit te voeren. En we geven haar ook 100% garantie dat wij haar beleid ondersteunen. De mensen die bij de politie werken, die doen dat echt met volledige inzet en toewijding. En vaak zetten ze hun leven op het spel. En in de loop der jaren hebben we zeker enkele tientallen politieambtenaren gehad die het leven hebben gelaten. Het korps zal beter gedisciplineerd worden. Laat me me positief uitdrukken. We gaan niet praten over corruptie, we praten over de integriteit van het korps. We gaan met alle ons ten dienste staande middelen de integriteit van het korps bevorderen. En ik zeg niet dat mensen die gemuteerd worden niet integer zijn. Maar we gaan wel heel voorzichtig zijn. En we gaan liever vroegtijdig handelen dan dat we wachten totdat zaken totaal uit de hand gelopen zijn en belangrijke diensten van ons in een integriteitscrisis geraken. Er zijn al een aantal maatregelen uitgevoerd en daarover gaan we ook niet met de pers communiceren. De media zullen waarschijnlijk daar lucht van krijgen en een eigen verhaal ervan maken. Maar de interne zaken die met de tucht te maken hebben, die gaan wij zoveel mogelijk intern houden. De gemeenschap mag ervan verzekerd zijn dat wij onder leiding van deze minister alles eraan zullen doen dat de integriteit van het KPS behouden blijft. Het is goed om ook stil te staan bij de druk die op het gezinsleven ontstaat. Onder meer door de lange werktijden, vele overuren en detacheringen. Deze situatie zullen we met een nieuw beleid aanpakken, een nieuw human resources beleid. Wat mij ook erg blij maakt, is dat korpschef Tjilipsi samen met mij komt werken op het ministerie. Ik heb er geloof in dat we dat directoraat, korpschef, tot een groot succes gaan maken. We kregen per 1 januari een nieuwe korpschef. Commissaris Daniels, ik vind het geweldig. Alles wijst erop dat we naar die verbetering gaan. En ik vraag aan ieder hier die hier zit en het hele korps die niet ook niet en de mensen in de district en overal waar ze zijn.
Laten we het samen doen, no? Laat het niet voor de korpsleiding en voor de minister. Want u bent de grootste bron van kracht en sterkte om dit korps in stand te houden.